Deze kant uit. Welkom bij deze nieuwe. De spiegel. Video. Wat ga jij doen vandaag? Jij gaat je wat geknipt, hè? Ja. Ik hoop dat je iets moois van me kan maken, ik denk het wel. Ik neem het jullie mee en ik laat jullie straks zien. Tot zo, we gaan zo beginnen. Welkom bij deze nieuwe. De spiegel. Video. Wat ga jij doen vandaag? Jij hebt het geknipt, hè? Ja. Ik hoop dat je iets moois van me kan maken, ik denk het wel. Ik neem het jullie mee en ik laat jullie straks zien. Tot zo, we gaan zo beginnen. Alles wordt nu klaargezet. Het wordt een beetje jouw lijn hier. Ja, prima. Ik ben helemaal blij. Ik weet niet of Harriet ook even heel snel wil zwaaien naar de kijkers. Ja, dat is de baas van staan op, dus de shout-out. Nou. Je hebt een mooi haar. Hé, hey, dat horen we niet gauw. Ik ga wel even hierop zitten hoor, Harriet. Welke model? Ze mag al niet, maar. Wat? Welke model? Laagjes? Kort een kant, lang de andere of alles gelijk? Liefje uit. Gelijk. Oké. Kijk. Let's go! Deze mevrouw heeft trouwens ook een winkel in de Curaçao, vertelden ze net. Heel leuk, heel gezellig. Nou jongens, een andere kapsel dadelijk, kom ik hier. Jullie zijn het tot heden op de luistering gewend, met lange haar. En dit keer wordt het misschien een kort koppie. En intussen zit Harriet ook lekker achter de laptop. Ik ben lekker aan het werken. Goed, gezellig, dat kennen wij uit ervaring, hè, Harriet? Wil je nog water, Jacqueline? Harriet, mag ik nog een glaasje siroop voor jou? Wat was jouw glas trouwens? Die hierop. Nikki, de haren wordt helemaal lekker en ze zitten lekker te genieten. En als er nog tijd over is, dan wordt mijn haar ook gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Had natuurlijk niet gehoeven, maar goed, mijn vrouw vindt het niet erg. En Harriet trouwens ook niet. En nu krijg ik lekker een glaasje oranje. Ik vergeet gewoon bijna de hele dag om te drinken, jongen. Wat denk je daarvan? Maar goed, dan krijg je wel gewoon oranje kan pakken. Als ik niet uitkijk, ik ook hoor. Kwee. Je hebt een afgelopen koppijn. Hallo, Harriet, niet te veel. Dat heb ik nog nooit. Ik ga trouwens, morgen ga ik live streamen. 24 uur stream, Fortnite. Schatje, doe eens duimpje omhoog. Sorry, wat zegt u? Ik ga dragen. Dat was goed. Dat is mijn ranja, lekker. Een beetje kort of ongeveer? Ja, een beetje. Een beetje kort. Zijn we tot hier. Oké. Dat is lekker kort. Daar hou ik wel van. Ja, het is mijn vrouw. Ik ben getrouwd. Ik ben bijna getrouwd met Nikki. Oké. Ik ga trouwen over 2 jaar. 3 jaar. Leuk. Leuk. Ja. Dat is leuk. Dus ik weet niet, we zijn al verloofd. Ik heb ze gevraagd in de Efteling. Ja, en wie heeft wie gevraagd? Ik, Nikki. Ik ben op mijn knieën gegaan. Nee, ik ben de man in huis, ja. Oké. En she said. Yes. We hebben ook al een kerk gevonden die ons gaat uithuwen. Oh? Waar? Sint-Jacobskerk. Dat ook wel naar Zuidpoort, maar ja, dat is een beetje ouderwets. Die wilde dat niet. Die zei dat het. Dat God dat niet wilde. Ja, maar de kerk van Hero, van de stad, die zegt juist wel dat God ieder mens voor zich heeft geschapen. Wat de eigen bedoelingen ermee was.
Dus we gaan lekker uithuwen in de kerk. En heb je al een datum vastgelegd in de gemeente? Nee, nog niet. Dat waren we nog niet. Hoe moet ik dat doen? Ja, ik ben natuurlijk een mannetje in huis. Ja, ik was echt bloednerveus, jongen, die dag. Tering, zeg. Ik zat te shaken. Ben je snel nerveus, of niet? Ik ben heel snel nerveus. Vooral als het om een huwelijk gaat. En uiteindelijk was het zeg maar dat de Efteling had heel onze tafel versierd. Er stonden nog twee glazen champagne klaar. Romantisch. En dat was de kosten van de Efteling, hè, die champagne. Oh, zo? Ja, maar jij doet ook samenwerking, hè? Dus dat was wel bijzonder. Ja, zeker. Ja, en toen moest ze echt huilen toen ik het vroeg. Het staat ook op YouTube, je kan het wel zien. Oké. Okay. Even op YouTube huwelijk aan zoekkattenbende. Dat kan je het zien. Oké. Okay. Zie je hoe hard Nicky gaat huilen op het moment dat het ja zegt. Dat was vanuit liefde, hè, Nicky? Ja. Ja. En ik ben op mijn knieën gegaan, echt op mijn knieën. En toen was ik nog dik, hoor. Ja, nu ben ik dan niet meer zo. Je gaat het goed ook? Bijna 35 kilo totaal denk ik ongeveer. Ik moet nog naar de diëtiste, de 23ste. Daar kom ik niet. 23ste moet je naar de diëtiste? Dan moet ik helemaal naar Terneuzen. Naar Terneuzen. Hoezo daar zo? Daar? Omdat ik daar geopereerd ben en daar een behandeling ben. Oh. In zorgzaam ziekenhuis? Ja, perfect ziekenhuis hoor. Complimenten. Ja. Dat is echt bekend, hè? Zo, goede zorg, jongen. Tering, hé. Ja. Zeg ik niet normaal. Het hoeft niet zo goed, hoor. Nee. Laat die vrouw lekker zijn werk doen, ik vind het goed. Lekker, zo daar. Ja. Dat is goed. Nee, niet zo kort. Ik ga deze even... op de aardig zetten. Normaal mag ik dat niet. Maar ik ben nu in Harriet, die ziet het eens voor de vingers, hè? Toch, Harriet? Wat, hè? Dat ik het op de aardig zet, dat niet. Op dat de aardig zetten? Nee, ja, toch? Wel, hè? Ja. Maar mag ik niet. Let's go. Schatje, ik vind dat je er steeds knapper uitziet. Super gaaf, schat. Ik heb alleen mijn haar niet gewassen hoor, dus daar moet je maar niet op letten. We zien ook naar de kapper. Ik wel, ik heb gisteren gewassen. Morgen ga ik 24 uur lijken, jongens. Ik ben niet wijs. Ja, dat hoor ik vaker zeggen. Harriet, je weet wel dat je dadelijk op YouTube komt met het filmpje, hè? Ik? Ja, ik kan het niet meer knippen. Oh. Ik kan het verwerken. Dat gaat niet. Ik heb niet op programma. Oh. Dat vind je niet erg, toch? Die ene keer. Ja. Daarom. Zet ik een goede beschrijving in mijn beschrijving. Dan is de baas van staan op. Stel het toch netjes op? Ja, natuurlijk. Je doet het een beetje zoals ik het altijd doe. Zo'n beetje zo van, yo! Harriet, nog eens een keer. Yo! Normaal gezien wordt dat natuurlijk nooit gedaan. Het is natuurlijk, normaal gezien zit hier vol met klanten of met cliënten, moet ik eigenlijk zeggen. Gasten. Dan zit het vanaf daar helemaal vol. Tot 12 is helemaal vol. Daar zit het helemaal vol. Daar staan medewerkers in de keuken. Daar wordt altijd eten klaargemaakt. Ja. Ja? Kijk jongens, hoe mooi. Dat is een heel ander hoofdje, Jovi. Ja, zeker weten. Helemaal blij mee. Is gewoon een, ja, deze mevrouw heeft dus een kapsalon in Curaçao. En nu is ze naar Nederland verhuisd of zoiets, denk ik. Of vakantie, of weet ik niet. Jij, Juan, maak je dat zo? Ik jong naar Nederland. Voor 11 jaar. 11 jaar in Nederland? Ja. Vanaf Curaçao, maar heeft nog een eigen winkel in Curaçao. Dus ja, dan snap ik wel dat je echt heel goed.
Ja, jongens, het ziet er allemaal perfect uit. Nicky wordt helemaal lekker kort. De fans zullen je niet meer herkennen zaterdag. Dat is wel leuk als je net... wij hebben dan die meet and greet in Slagharen, pretpark. En er komen heel veel fans als het goed is naar ons. En die, dan gaan ze Nicky hem niet meer herkennen, want dan hebben ze ineens kort haar. Ja, dat is nog een duikje. Ziet er leuk uit, hoor, schat. Echt waar, wat een pleetje ben gegaan. Brandje is helemaal aan het ontspannen hier ook. Ja. Echt zo leuk. Ja, zoiets wil ik ook mijn haar hebben, zo ongeveer. Jacqueline? Niet. Zo heet ze toch? Heet ze Jacqueline, Harriet? Jacqueline. Oh, zo wil ik ook mijn haar hebben, ongeveer, zoals mijn vrouw. Oké, is goed. Zo, de kapsel. Hey. En ik hou mijn camera dan gewoon zelf vast. Dan kun jij gewoon lekker even rust aan doen met je handjes, hè? Dan hebben we gewoon vier video's op de sticky staan, maar. Weet je wat is, Harriet? Ik heb tot met 18 augustus heb ik video's gepland. Dus dit is al de zoveelste video die op mijn sticky staat, zeg maar. Dat goed, werk je goed vooruit in elk geval. Zo, ja, maar wat denk je, als sta ik 30 graden, zie ik niet dat ik dan achter mijn laptop ga zitten, zeker? Nee, wat ga je dan doen? Dan lekker even naar het strand of zo, weet ik veel, rondje rijden. Ga je dan hier naar badstrand of niet? Ja. Lekker is dat. Was gisteren, overdag was best druk. Ja. Het begon op een gegeven moment te regenen. Ja, het zou sowieso weer gaan regenen. Maar dan vloog iedereen tot het strand. Maar weet je wat, dat vind ik helemaal niet erg. Als het heel hard gaat regenen in de avonduren, dan heb ik liever dat, dan heel de dag overdag. Ja, tuurlijk. S'avonds heb je niet zo last van. Ja, daarom. Schatje, hoe voel je je? Dat je haar lekker wordt gedaan? Ja, leuk. Leuk? Ik mag bijna het slaap niet hebben. Nee. Doe even een duimpje omhoog. Die mevrouw die doet echt uitstekend de best. Om het haar van mijn vrouw perfect over te laten verlopen. Supermooi, schat. Harriet, de volgende keer als mijn vader er is, komt hij ook gewoon even mee, hoor. Wie? Mijn vader, die komt inderdaad ook hier even naartoe op het moment als hij weer in Vlissingen is. Oké. Dan neem ik hem gewoon even mee, om even een voorstelling te doen. Ja, toch? Maar dat weten we nooit van tevoren. Hè, poepie? Met die ouwe, dat weten we nooit van tevoren. Jullie dadelijk laten zien hoe het is geworden. Tot zometeen. Jongens, zo is Nicky de haar geworden. Het is er weer voor de maand. Ja, dank u wel. Alsjeblieft, Nicky. Super mooi. Ja, ontzettend schat, mooi. Wat moeten de draaitjes doen? Delen en liken. En hoppen. Een belletje drukken en abonneren. Ja. Hoi, nou, leuk video. Vergeet niet te liken, jong. Jacqueline, dankjewel. Graag gedaan. Nu wil ik aan de bed. Tot later, mensen.